Maya, Robbe. Begin dit jaar. Facebook. Robbe kon comeback. Klopt nog denk ik niet helemaal zoals je wil. Nee, kijk, comeback is natuurlijk wel leuk om dat weer te doen. En, maar het is gewoon weer alle puntjes op de i zetten. En vooral ook gewoon het vertrouwen terugverdienen. En ja, dit is wel moeilijk. Ja. Je bent altijd wel redelijk in vertrouwen geweest. Toen was het wel wat wisselvallig. Maar nee, je wist in ieder geval dat je kon winnen. Beetje onzekerheid erin geslopen door de afwezigheid, de corona misschien wat mee te maken? Ja, kijk, als je gewoon eerlijk bent, je moet gewoon heel veel voldoen. En als je gewoon met die coronatijd inderdaad, en, je bent even eruit geweest, je komt weer opnieuw weer, wil je weer gaan doen met de comeback, dan zul je gewoon weer net als moet doen als vroeger. Dachten. En nog eens dachten. En dat is gewoon best wel vermoeiend. Ja. Beetje onderschat misschien? Nee, onderschat niet, want ik vind gewoon van als ik gewoon doe wat ik kan, dan kan ik gewoon weer ogen gooien. Maar ja, we zullen wel weer moeten opbouwen met vertrouwen en winnen en verliezen en winnen en verliezen. En daar word je sterker van. Je mocht in de modus, hoe is dat bevallen? Hartstikke leuk, ik zou graag terug willen. Daarom ben ik ook hier bij de Benelux Masters om te proberen om die ticket te kunnen halen. Maar het is wel even wennen, want het is gewoon heel anders als anders. En, maar zeker heel leuke ervaring gehad, ja. Ja, ervaring gehad. Is dat ook waar het gebrek aan vertrouwen dat het daar heel veel 4-3, 4-3 en allemaal, ja. Dat je de laatste een beetje begint te wanken, hebben daar echt mee te maken? Want in het begin is het spel er vaak zeker wel. Ja, ja, het is gewoon vertrouwen en dan kom je weer na heel lange tijd op zo'n podium, dan wil je voor jezelf weer goed gooien en voor anderen, want dan moet jij het niet willen doen, je moet gewoon je ding doen. En, maar ja, dat is gewoon heel moeilijk en gewoon puur vertrouwen, gewoon dachten is niet moeilijk, alleen je moet vertrouwen hebben, anders is dachten heel moeilijk. Heb je een plan voor volgend jaar? Heb je een beetje een idee wat je gaat doen? Ik ben niet zo'n plannenman. Ik heb natuurlijk wel gezegd van ik kom back, ik wil gewoon voor die Q-school, voor die PDC gaan. Dus dat is stap 1. En als ik die gewoon gehaald heb, dan zie ik wel verder. Ik ga niet zo plannen, want dan... Ik ben wel iemand die maakt zich overal druk om. En ook, dan ga ik me eigenlijk de lat zo hoog leggen en dat doe ik toch al. En daar wil ik eigenlijk... Dus eerst kijken wat Q-school brengt. Juist. Klein beetje ambitie voor leeftijd of helemaal niet? Nee, ik denk dat nee. Als ik dan voor wil gaan, dan denk ik, kijk, alle respect voor de Lakeside en super goede dachters, super leuke jongens. Maar voor het echte dag moet je denk ik bij PDC zijn. Ja, Mario, dankjewel. Graag gedaan, man.